Gele koorts is een infectieziekte veroorzaakt door het gele koortsvirus dat door steekmuggen wordt verspreid. Om dit virus te voorkomen, kunnen reizigers terecht bij het BOG Medisch Centrum voor een gele koortsvaccinatie. Wij praten hierover met Shivani Narayan, waarnemend coördinator van het Nationaal Immunisatieprogramma. Gele koorts is een infectieziekte dat wordt veroorzaakt door het gele koortsvirus. Het gele koortsvirus kan worden overgedragen door muggen, waaronder ook de welbekende Aedes aegypti muskiet. Ja. Het gele koortsvirus komt niet overal in de wereld voor. Okay. Het komt voor in de zogenoemde gele koorts endemische gebieden. Als we kijken bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika, dan zien we dat bijna alle landen in Zuid-Amerika endemisch zijn voor gele koorts, waaronder dus ook Suriname. Gele koorts is een vrij ernstige infectieziekte, want als je het eenmaal hebt, dan is het sterftepercentage vrij hoog. En daarom is het dus ook zo dat landen de mogelijkheid hebben om te eisen van reizigers, dus om een gele koorts vaccinatie te eisen van reizigers. De symptomen bij gele koorts, je krijgt in eerste instantie dus hoge koortsen. En het kan zo zijn dat de ziekte dus verergert naar een ergere fase, waarin je dus ook interne bloedingen kan ontwikkelen. En als je dus in die fase terechtkomt, dat noemen we de intoxicatiefase, dan is dus het sterftepercentage ligt dus dan wel hoog. Vanuit het Nationaal Immunisatieprogramma op het BOG wordt er dus leiding gegeven aan het totale landelijk immunisatieprogramma. Vanuit hier worden er richtlijnen verstrekt over hoe de vaccinaties plaatsvinden, welke vaccinaties er beschikbaar zijn. Vanuit hier wordt er dus ook vaccin aangekocht voor het land. En vanuit hier wordt ook al het vaccin dus verstrekt en gedistribueerd naar eigenlijk alle polyklinieken die verbonden zijn aan het NIP en dus die ook vaccinatiediensten aanbieden. Gele koorts, er is geen medicijn tegen gele koorts, maar je kan de ziekte wel voorkomen. En de belangrijkste manier om hoe je de ziekte kan voorkomen is dus door middels een gele koorts vaccinatie. Binnen het Nationaal Immunisatieprogramma hebben we dus standaard gele koorts vaccinatie voor kinderen op de leeftijd van 1 jaar of 12 maanden. Die worden dus standaard gevaccineerd tegen gele koorts, maar de gele koorts vaccinatie is ook beschikbaar voor reizigers. Reizigers kunnen dus bij het BOG terecht voor een gele koorts vaccinatie, dat kan op het medisch centrum. Het is wel belangrijk dat reizigers 10 dagen voordat de reis aanvangt, gevaccineerd worden tegen gele koorts. En dit is omdat het gele koortsvaccin pas bescherming biedt dus na de 10 dagen. Als je gevaccineerd wordt door gele koorts, dan moet het lichaam dus de antistoffen aanmaken. En na 10 dagen, dan is er dus zekerheid dat de persoon beschermd is tegen gele koorts. Als reizigers gevaccineerd zijn, dan krijgen ze inderdaad een geel boekje, gele koortsboekje. Dit is een internationaal erkend vaccinatiebewijs voor gele koorts. En het kan ook dus zo zijn dat reizigers bepaalde groepen niet gevaccineerd mogen worden met het gele koortsvaccin. Omdat het vaccin een levend verzwakt virusvaccin is, moet er dus voor bepaalde groepen extra voorzichtigheid worden geboden bij het toedienen van het vaccin. En als ik het heb over bepaalde groepen, dan heb ik het over mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem. Als laatste wil ik ook nog meegeven dat één vaccinatie tegen gele koorts een levenslange bescherming biedt. Dat is dus volgens de richtlijnen van de WHO. En deze richtlijnen hanteren wij dus ook hier zo in Suriname en voor Suriname. Als een reiziger of een persoon ooit eens in zijn leven is gevaccineerd tegen gele koorts, dan hoeft de persoon niet opnieuw gevaccineerd te worden. Okay. Het is zo dat de landen in het verleden zijn dus nieuwe ontwikkelingen, maar dat landen om de 10 jaar werd er dus geëist van reizigers dat ze gevaccineerd moesten worden tegen gele koorts, maar dat is dus nu veranderd. Het hoeft dus niet meer om de 10 jaar, maar één vaccinatie is dus voldoende voor levenslange bescherming. Het is dus belangrijk dat als
een persoon gevaccineerd wordt, dat dat bewijs dus dan ook goed bewaard wordt.